Als je begint met thuisonderwijs, dan merk je eigenlijk dat, dat onze kinderen datgene wat ze op school leren in een hele korte tijd kunnen leren. Dus dat betekent dat je heel veel tijd over hebt. Ja, dus zo zijn we eigenlijk begonnen met het schaken. Weet je, mam? Nee, ik weet het niet. Ik heb ooit een keer een schaakcursus gedaan toen ik een jaar of 11 was. En daarna heb ik tot een paar jaar geleden nooit geschaakt. Dus eigenlijk had ik helemaal niks met schaken. En doordat de kinderen schaakten, ben ik met hun die oefeningen gaan doen. En ben ik het ook een beetje gaan leren. Maar ik ben er niet goed in. En dat zal ik ook nooit worden, want daarvoor heb ik het te laat geleerd. En ik heb er denk ik ook geen talent voor. We zullen het niet weten of het talent is of de late leeftijd waarop ik het geleerd heb. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het een mooi spel. Dus ik kan wel genieten van een mooie stelling en mooie zetten. Ja, ik hou er ook wel van dat je gewoon nadenkt en in concentratie bent. En, het is natuurlijk ook fijn om uiteindelijk te winnen, denk ik. En ik heb nog eentje waarvan ik heel vaak om te maken. De oudste drie hebben we dus nooit echt geleerd, de jongste drie wel. Dus de tweeling hebben we gewoon schaken geleerd toen ze een jaar of 4 waren. Nee, 3. Ja, toen je 3 was heb ik je de stukken geleerd hoe ze heten. En toen je 4 was kon je een beetje, wist je hoe de stukken bewogen. Machtel kon volgens mij wel schaken toen ze 4 was. Nee, hij mag geen stapje. Mag gewoon een letter. Schaken, ik heb gewonnen. Jij stond daar en... Nee, mag dat? Oh, ik wil niet dit doen. Ik moet dit doen. Ja, schaakmat. We hebben gewonnen. Nee! Nee! We gaan spelen. Nee, we gaan spelen. Jullie deden dit en jullie vonden het allebei goed. Nee, ik kan niet komen. Ja, ik wist gewoon daar niet overleggen dan. Wel, jij zei ik vind het ook goed. Nee. Als je echt wat wil bereiken, dan helpt het om jong te beginnen. Hoewel, ik weet niet welke leeftijd dat nou is, maar ik denk wel dat je op je 7 of zo moet leren schaken, wil je nog goed worden. En ze krijgen natuurlijk ook thuis les, dus dan is het ook handig om het gewoon in het schoolprogramma te stoppen. Dus net als dat we ze allemaal piano leren spelen. Je kiest natuurlijk hobby's die bij je gezin passen. Ik heb het wel. Ik heb het niet. Vind je schaken leuk? Wacht. Ja. Anders zou ik het toch niet doen. Wat vind je er leuk aan? Ik vind partijen schaken gewoon heel erg leuk. Ja. En ik vind niet oefenen echt leuk, maar ik vind partijen schaken echt super leuk. Gewoon lange partijen. Waarom? Korte partijen dus niet. Vind ik gewoon heel leuk. Ja. Nearby. Ik zal er iets onder zetten. Kijk, dan kun je het onthouden. Weet je wat naderbij is in Nederlands? Nee. Naderbij komen. Naderbij. Hier, dat is hetzelfde woord. Naderbij. Ja. Ja, nee, dat mag dus weer niet, want je was het vergeten. Dan moet je niet stiekem op dat je wel wist. Nee, maar ik zie dat niet. Nee, als jij erop drukt. Sigena. Je hebt een droom en je kunt proberen dat waar te maken. Dus je investeert erin, maar kinderen die moeten ook, moeten. Misschien moet ik het anders zeggen, als je ziet dat je investeringen... geen enkele zin heeft, dan of als kinderen daar geen zin in hebben. Thank you.
Het is klaar. Mag ik de helft van jou? Oké, pak jij. Oké. Waarom hebben we niet van die mag pannenlappen? Mag ik de helft van jou? Oké. Hebben we niet goed van die pannenlappen? Waarom? Ik mag de helft van jou. Waarom? Om anders heb jij beest. Ja, nou hè. Ga maar. Ga maar weer bij de televisie zitten. Probeer die. Is een kok en allemaal slechte kokken zijn dit en gaat de beste kok hun helpen. Ja, gaat vooral mensen uitschulden. Nee. Dat is wel een specialiteit van hem. Lopen Geva voor B7, dame C2 Rokade, E3 H6. H6 is niet zo goed, denk ik. Waarom deed je H6? Ik dacht anders wordt dat punt gevaar. Mm-hmm. Weet je, dit paard dat gaat vaak via D7. Ja, dat wist ik. Naar F8. Ja, en naar G6. Naar G6. Weet je dat? Ja. Als je H6 hebt gedaan, dan verzwak je dit veld. Stel nou, wij zetten later die lopen hier neer. Dan kan je geen paard meer naar D7, want dan slaat hij. En dan verlies je een pion. Terwijl als hij hier nog pion slaat, kan je straks ook terugslaan. Dus in de toekomst moet je hier bijvoorbeeld die doen. Of beginnen met die om die pion te dekken en dan je paard zo om te pennen. Maar meestal moet je geen H6 doen, oké? Oké. Wat deed hij? Dame D4. Oké, ging dit voor man. Ging F3, koning F2. Ik vond dame D1 beter dan dame D4. Ja, maar denk hij hier schaak wil geven? Ja, was echt. Koning F2, ik deed dame H3. Mm-hmm. Oh, hij kon goed zo, voor de tegenaanval. Ik dacht, waarom doet hij koning F2? Waarom slaat hij die? Ik denk dat hij deze pion als een schuilwal gebruikt, zodat je nu geen schaakjes hebt. Maar juist gek is dat. Dan kan ik gewoon meteen die doen. Misschien kan je die niet slaan. Die en het paard F6 gebeurde. En zo werd het dus gemiet hier met jou. Nee, oh. Ik heb nog verdediging. Oh, je wou nog voorwinnig voor de winst. Koning F8, dame D6. Ik had een hele leuke verdediging. Koning G7, paard E8. Ja. Koning H7, paard F6. Snap je, man? Koning H6, dame F4, koning G7. Koning F8. Nee, hij ging nu voor dame F3. Oh, ja. Maar het plan snap je nu, hè? Maar het eerst koning F8. Heel goed. Vond je de partij goed? Ja, redelijk. Als je hier had geslagen, had je misschien wel gewonnen. Goed gedaan. Als ik er nog 6 doos had. Hé, hoe? Ja. Hoe komt dat? Ik ben altijd moe. Ook als ik opsta. Ik slaap of zo om 10 uur pas. Als ik om 8 uur naar bed ga. Droom je wel eens? Waarover dan? Dat ik gelijk ben. Dat wil ik. Ja? Ja. En nee, ik rijk is niet een gevaar. Ik wil liever dat iedereen zich gelukkig voelt. En dat ik niet meer bang voor honden ben. Mm-hmm. En dat gewoon iedereen gezond is en iedereen niet meer arm. Ja.
paard F6, koning E7, paard keer G8, koning E8, paard F6, koning E7, ja. Paard keer D7. Nou, hij staat toch niet meer. D7. Geen krul heb jij. Hij is goed. Papa, mag ik ook partijtjes maken naar Blitz? Nee, je moet eerst alles afmaken en dan pas mag het andere. Ik hoef alleen Blitz te doen van mama. Doe nee, alles. Echt niet. Je moet ook je mixopgaves nog doen. Nee, dat doet 2 uur. Nou, moet je harder werken, hè? Ja, ik dacht een paard E8, fout, hè? Waar dacht je nog meer aan? Dan paard B5. En dan? Zeker B5. En dan? Dus dan doe ik toren D1. En wat denk je dat het tegenzet wordt? Koninklijke D1. En dan? Dame K2. En dan is het? Makkelijk. Goed zo. En dan ga jij huilen doen. Wat zeg je? En dan ga jij huilen. Ga ik huilen, maar nee, heb ik verloren, ben ik mat gegaan. Ja. Dus dan ga je huilen doen. Ja. Volgende had ik dame B5. Nee. Ik bedoel, dame G4. Oh ja, dat staat hier wel. Beetje beduust is ze nog, de 9-jarige Machteld van Foreest. Afgelopen weekend werd ze in Rijswijk Nederlands schaakkampioene in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Machteld is daarmee het eerste meisje dat het kampioenschap op haar naam heeft weten te zetten. Best wel blij.
Had je het verwacht? Niet echt. De prijs die je nu gewonnen hebt in Rijswijk, is het ook de grootste prijs die je gewonnen hebt? De grootste beker, maar de kleinste. Was dat een tegenvaller? Ja, ik vond hem niet super groot, maar wel mooi was hij. Aan het kampioenschap deden 50 jeugdige talenten mee. Machteld moest 9 keer in actie komen. Daarvan won ze 7 wedstrijden en speelde ze 2 keer remise. Sommige zijn heel slecht en sommige zijn beter dan mij. Sommige zijn beter dan jou. Jouw grootste concurrent, dat is volgens mij Kooi Palm, als ik het goed heb, hè? Ja. Ja. Wat is dat voor speler? Gewoon een speler die je goed kan schaken. Om het 12-jarige Amsterdamse talent toch te verslaan, werd er een barrage gespeeld waarin Machteld met 2-0 won. Machteld is het jongere zusje van de 18-jarige Nederlandse kampioen Jordan van Voorheest en is net als haar broer helemaal gek van schaken. Ik doe het volgens mij sinds mijn derde begon ik stukken te leren en toen op mijn vierde kon ik een beetje schaken. Wat is er zo leuk aan schaken? Ik vind, je kan gewoon van het bord vegen, gewoon winnen. Groningse basisschoolleerlingen leerden vanochtend alles over schaken tijdens de Schaakacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerlingen kregen van Groningse professoren uitleg over de werking van het brein. Daarna maakte zanger en schaakambassadeur Nick Schilder van het duo Nick en Simon zijn opwachting. Na een schaakquiz waagde de schaakambassadeur zich aan een potje simultaan schaken tegen 3 jonge leerlingen. De 8-jarige Machteld van Voorheest uit een bekende Groningse schaakfamilie versloeg de zanger. Ze had veel plezier in de partij. Omdat ik schaak wel leuk vind. En wat vind je zo leuk aan schaken? Dat en zo de stukken kunnen bewegen en ik vind het gewoon leuk. Ook de rest van het programma beviel het schaaktalent. Omdat ik nu weet hoe mijn hersens werken.